Ajax onder 18 neemt het op tegen FC Twente onder 18 onder leiding van oud-prof Geert den Oude. 3 dagen na de mooie overwinning op Rangers FC in de Youth League. En net als zaterdag ook bij Ajax 1. Rouwbanden en een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Piet Schrijvers. Dank u wel. En Ajax wenst u een hele prettige voetbalmiddag toe. FC Twente probeert eruit te komen. En daar is Gorter. Komt de bal terecht bij Sky Fink. Sky Fink met ruimte. Het schot en wat scheelt het? Heel weinig. Eerste kans voor Ajax onder 18. Van de doelpuntenmaker tegen Rangers, Sky Fink. Nu de opening van de spits op Stanis Idumbo Moussambo. Gaat er langs. Idumbo Moussambo. De voorzet en Nassif Chourak. Hij wel in het doel, de bal niet. Opnieuw Ajax. Paas op Walid Agougil. Vandaag linksachter. Krijgt de bal terug van Hamouchi. Agougil met de voorzet op Sky Fink bij de eerste paal. Maar daar de redding van Jonathan te Vruchten. Een kopie van de aanval waaruit Sky Fink tegen Rangers scoorde. Afgelopen woensdag de aanwijzingen van Frank Pereboom. Stanis Idumbo Moussambo met de paas op Rida Shahid. Het schot wordt gekraakt. Niets aan de hand zou je zeggen. Shahid loopt terug en ziet dan het volgende gebeuren. Dat is de grote vraag. Wat gebeurt er? Shahid weet het. En ook Nassif Chourak weet het. De bal in het doel getrapt. Chourak zegt het is een doelpunt. Geert den Oude gaat verhaal halen bij de grensrechter. De bal is niet uit geweest. En het is een doelpunt. En Nassif Chourak en zijn collega's vieren feest. Dit is de situatie gezien vanaf de andere kant. Het schot. Doelman te Vruchten legt de bal op de doellijn neer. Maar de bal is niet achter geweest. En Chourak, hartstikke scherp, schiet de bal in het doel. En ziet als eerste dat het een treffer is. Prima gereageerd van de rechtsbuiten van Ajax. Belangrijke voorsprong. Curieus moment. Maar hij telt natuurlijk. En te Vruchten baalt als een stekker. 1-0 na 25 minuten. En wat was het antwoord van FC Twente? Voorzet, kopbal van Stijn Bultman op het dak van het doel. Dan weer Ajax met een splijtende paas op Sky Fink. Sky Fink en de redding van Jonathan te Vruchten. Grote kans om de voorsprong te verdubbelen. En weer een splijtende paas. Nu op Mohamouchi. Mohamouchi en weer de redding van te Vruchten. Kwam steeds beter in de wedstrijd. Maakte zijn fout goed. Nassif Chourak, nu aan de andere kant. Mohamouchi met zijn kans. Dit keer in de basis. Rida Shahid. Mooi paasje krijgt hij terug. Daar een hele mooie beweging. Het schot en een uitstekende redding weer. Van de doelman van FC Twente, Jonathan te Vruchten. Hield zijn team in de wedstrijd. En dan FC Twente. Niets aan de hand. Rafael Sarfo wint daar de bal. Maar dan deze terugspeelbal. Gevaar voor eigen doel. En dan is het Justin van Gelder die de bal op de lat prikt. Daar gaat een speler van Twente onderuit. Niets aan de hand zou je zeggen, maar de bal verdwijnt op de stip. Dan is het Sander Sibrandi en Tommy Setford met de redding. Uitstekend gepakt. Prima redding. Sibrandi versus Tommy Zetvoort. De laatste is de winnaar van dit duel. Weer FC Twente. Voorzet bij de tweede paal. De ploeg uit Enschede met een offensief. De voorzet, daar is zelfs Sky Fink teruggekomen om te helpen. Het schot daar van Ribbers en dan de counter. Komt de bal terecht bij Stanis Idumbo Moussambo. Met ruimte. Heel veel ruimte. Stanis Idumbo Moussambo. Schaarbeweging. Gaat hij zelf schieten. Geeft de bal voor en het blok van Gijpens. De linksachter van Twente. 1-0 bij rust. En na een kwartier deze hoekschop. Stanis Idumbo Moussambo, 2-0. Prachtig gedaan, veel effect. En hij verdubbelt de voorsprong van Ajax onder 18. De hoekschop. En Jorel Hato als bliksemafleider bij de eerste paal. Maar de bal gaat er in één keer in. Een comfortabele voorsprong voor de ploeg van trainer Frank Pereboom. De ploeg kon nu vrijuit gaan aanvallen. Twente nam natuurlijk meer risico's. En weer Stanis Idumbo Moussambo met de 3-0. Deze bal was houdbaar. Tweede treffer voor de middenvelder. 3-0. Dan is de wedstrijd natuurlijk gespeeld. Te Vruchten had deze bal natuurlijk moeten hebben. Weet hij zelf ook. Dan een vrije trap voor FC Twente, maar geen enkel gevaar voor Tommy Setford. Ziet ook Klaas-Jan Huntelaar. En dan dit moment. Vrije trap, Walid Agougil. 4-0. Uitstekend gedaan. De man met rug nummer 5. Net als Shahin van Bohemen kan hij dit ook. Een mooi moment om de wedstrijd af te sluiten met deze prachtige vrije trap. Walid Agougil, een mooie generale voor de Youth League wedstrijd komende dinsdag uit tegen Liverpool.